Uh, mensen in de Wolfskuil uh, doen mee volgend jaar, uh, want het is heel leuk en heel gezellig. Wie heeft de mooist versierde kersttuin van de kuil? Dat was de inzet van een wedstrijd in de Nijmeegse wijk Wolfskuil. Het idee begon met een grap. Het is eigenlijk begonnen vorig jaar met een borrel met vrienden van ons die wonen hier in de straat. En toen was het eigenlijk een grap van zullen we dit jaar meedoen om... Uh, het ja, huis Kerstversier aan de buitenkant, omdat veel bewoners dat hier in de cul doen. En toen hebben ze ons uitgedaagd, en dus toen zeiden ze tegen ons: een beetje de magische woorden, dat kunnen jullie toch niet. Maar dat konden Joyce en Marjolein dus wel. En zo werd het een wedstrijd. Want we wilden een soort tochtje. Uh, omdat er niet zo heel veel was in verband met corona natuurlijk. En dat mensen die wij kenden toch een beetje een tour konden maken. En uh, dit jaar wilden we het eigenlijk groots aanpakken met de wijkfabriek uh, samen erbij. Um, alleen toen kwam er weer corona. Vorig jaar hadden we dit ook, wat Joyce net zei, al gedaan in quarantaine-tijd. Ja. Dus we hadden een beetje ervaring. We hebben uh, op de wijkfabrieken QR-code geplakt. En hiervoor ook. Zodat mensen die alsnog wilden lopen, gewoon uh, met hun eigen telefoon konden lopen. En konden doorgeven uh, nou ja, welk huis ze we het mooiste versiert vonden. Vorig jaar waren ze zelf de winnaars. Maar dit jaar ging de beker, die overigens van de kringloopwinkel kwam, naar iemand anders. Winnaar Harry haalt al jaren alles uit de kast in de kersttijd. Uh, ja, ik doe dat al een aantal jaren. Ja, nou in het begin was het wat kleinschaliger, maar het wordt steeds groter. Uh, ja, eigenlijk niet. Nu uh, dit jaar eigenlijk ook niet kwam, ze het netjes vragen Of, uh, of we mee wilden doen. Ja, ik vind het goed. Eigenlijk had Marjolein niet eens veel met kerstversiering. Maar nu. Wat ik vooral leuk vind is dat hele creatieve. Dus erover nadenken. En wij vinden het zelf heel leuk om dingen te maken. Zoals je hier misschien ziet, die rendiertjes hebben we zelf gemaakt en die gnooms. Dus we zijn naast heel veel lampjes gaan kopen ook echt gaan kijken met wat kun je maken. En ik merk dat ik dat, dat stukje wel echt heel leuk vind.